Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met wolkenvelden, af en toe wat opklaringen. En die opklaringen wonnen vooral terrein vanuit het noorden. We zien Nederland liggen en eigenlijk ligt er een beetje een lijn over ons land ten noordoosten daarvan vaker de zon en ten zuidwesten daarvan bewolking en uit die bewolking viel ook af en toe nog wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden meer. Die zon, die schuift nog wat verder op en met een hoge drukgebied in onze omgeving knapt het weer ziender ogen op. Het hoge drukgebied blijft daar liggen zaterdag en ook zondag. De wind gaat meer naar een oostelijke richting draaien. En dat betekent dat steeds drogere lucht onze kant op komt. Het betekent tegelijkertijd dat het vooral in de nachten flink kouder kan worden. Vanavond zien we langzaam maar zeker de bewolking al terrein verliezen. Het klaart vaker op temperaturen van 3 tot 6 graden. In de nacht gaat het in het oosten van het land al 1 graadje vriezen. In het binnenland verder temperaturen rond het vriespunt. En langs de kust 2 tot 3 graden. Er kan hier en daar wat mist ontstaan. En als dat gebeurt, is er ook kans op plaatselijke gladheid. Dan morgen, een dag met zonnige periode. De zon schijnt vooral in de middag. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Weinig wind uit een noordoostelijke richting. Rustig winterweer. En dat rustige winterweer hebben we ook zondag en de eerste dagen van de nieuwe werkweek: zondag 2 tot 4 graden. Maandag en dinsdag een graad of 4. En vooral maandag schijnt de zon volop. De nachttemperaturen staan niet op deze kaart, maar liggen wel onder het vriespunt. En dat kunnen we zien als we naar de kans op winterweer kijken. De eerste nachten. Zondag, maandag, dinsdag grote kans op vorst in de nacht. Maar overdag is de kans op vorst nog niet heel erg groot. En na dinsdag zien we de temperaturen weer oplopen. De kans op winterweer weer neemt af. En dan is het voorlopig gedaan met dit droge en rustige weer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.